Maar als je aan het scrapboeken bent en je kijkt naar een foto, dan zie je soms donkere kleuren. En vaak kom je op dezelfde kleur terug, vooral als het natuurfoto's zijn. Dan kom je op een bruin, op een zwart, op een grijs, natuurlijke earth tones. En dan kan het wel saai worden. Maar wat doe je nou? Want het gaat natuurlijk om de foto. Ik heb hier een voorbeeld van een foto's waarin strepen, relief, het marmer in terugkomt. Wat hebben we gedaan? We hebben een droge kwast gepakt, een waaierkwast die lekker uitstaat, verf genomen en over het papier lijnen getrokken. Die je weer terug kan vinden als je goed kijkt in de foto's. Inderdaad, geen dure spulletjes, geen dure apparaten, verf, kwastje en kaartstok. We kijken hier naar de foto en we zien hier allemaal verschillende kleuren, grijs en crème. En dat willen we terug laten komen. Heel simpel. En wat acrylverf. Schoteltje. We nemen een waaierkwast. En we gaan spelen. We houden hem omhoog. En we trekken. Als het ware. De verf. Hier overheen. Nog iets wat meer kleur erin te brengen. Oh, ik had beter moeten schudden, maar goed, is gebeurd. We gebruiken ook een droge kwast. En je hoeft echt de verf niet aan te maken met water. Dan moet je even wat rustiger doen. Kijk weer naar de foto, wat je wil. En dan gaan we. Wat speelsheid. En ja, aan de zijkanten zijn meer kleuren. Om weer de golvende beweging erin te maken. Ja. Nou, dan gaan we weer verder. De verf is gedroogd, zoals jullie kunnen zien. We hebben de lijnen allemaal naar het midden toe gebracht. En dan gaan we de badplaatsjes erop leggen. Gewoon nu even spelen van hoe gaan we dit neerleggen. Dit lijkt wel een zon. Dus ook een binnenplaats. We moeten het iets kleiner maken. Kijk, en hier zie je weer mooi hoe die strepen erin terugkomen in dat marmer. Dan maak je dus een hele... Oeh, hoe gaan we deze plakken? Ik denk dat we deze hieronder stoppen. Nog eens even goed kijken. Vind ik deze leuker of deze leuker? Ja, ik denk dat ik dit graag ga vinden. Dan slaan we deze foto over. Als ik dit zo zou neerleggen, dan zijn er twee verschillende pagina's. We willen dus een eenheid hebben. Dus de zon gaat die kant op. Is geen zon, maar lijkt het een beetje op. Stoepje. Dat is wel leuk, want hier staan alle tekens in van sterrenbeelden, geloof ik. Dan hebben we hier. Ingang naar een huis. En hier een ingang in een huis. Dus heel simpel, een hele mooie achtergrondpapier gemaakt. Dat hoort bij de foto's.